Dit is een introductie en we houden een interview met een hoogst bezorgde vader over zijn dochter Barbara Kastelein, die betrokken was bij de Bavaria Marketing Act in Zuid-Afrika tijdens FIFA WK 2010. Deze jonge dame wordt gezamenlijk met 36 andere jonge vrouwen de Bavaria Babes genoemd. In het Engels noemt men hen de Ambush Marketing Babes. De aantijging. In de rechtbank heeft een gedaagde drie opties. Schuldig, onschuldig of de gedaagde beroept zich op het zwijgerecht. De vraag. Welke van de vier opties zouden de leiders van Bavaria erop nahouden? De stelling. Bavaria, the family killer beer company from the Netherlands. De vader benoemt het bedrijf te telken malen. Dit schrijft hij overal, zoals rechtstreeks in publicaties naar de Bavaria-eigenaren Peer, Swinkels en Peter Swinkels, naar de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad, als mede op diverse sociale media, waaronder ook Facebook. Waarom? Deze hoogst bezorgde vader wordt vanaf het moment van de aanhouding van deze jonge dames tijdens de Guerrilla Marketing Act bewust en expres doodgezwegen door de directie CQ-eigenaren van Bavaria. Tijdens het 10 dagen durende afzondering van zijn dochter in Zuid-Afrika en zelfs bij terugkomst op Schiphol tijdens een besloten verwelkoming terug op het Nederlandse bodem weigerde Peer Swinkels contact te zoeken met de vader. Hij verschanste zich al die tijd in een gesprek met de moeder van Meerte van Nieuwpoort. Zij is juriste. Geen enkel teken van compassie naar de vader. Opvallend. Waarom? Dit interview is bedoeld om Nederlanders te informeren over het gevolg hiervan. Voor nieuwsmedia in andere landen, waaronder CNN, Sky News, Fox News en BBC zijn soortgelijke interviews in de maak. In november 2010 maakte Brandpunt middels Fem Kokkelman een uitgebreid reportage over dit onderwerp. Onlangs heeft de KRO het verzoek van de vader doorgestuurd naar Brandpunt voor een vervolgreportage. De consequenties van die marketing en het Guerrilla Act van Bavaria hebben namelijk hoogst ongewenste, nadelige, individuele gevolgen gehad voor Barbara en haar vader. Door zijn hoogst bezorgdheid om haar gevolgen en de daarna ontstaande frustratie bij hem wegens geen onderling contact spelen 4 zaken een hoofdrol tussen dochter en vader. Welke maatregelen heeft Bavaria getroffen voor het mentale welzijn van haar en de andere jonge vrouwen? Trauma's kunnen zich vele jaren later nog ontpoppen. Wie zou zich tenslotte niet schamen voor een vader die duidelijk openlijk proclameert Bavaria, the family beer company from the Netherlands? Wie zou vervolgopdrachten bewust weigeren om te cashen na haar enorme landelijke en wereldwijde bekendheid door het succesvol verlopen reclamesluitwerk van Bavaria? Wie wordt verdacht van het lijden aan een moderne variant op het Stockholm-syndroom? Het vervolg heeft tot nu toe zeer negatieve wending genomen in de relationele sfeer tussen dochter en vader. Er is geen omgang, namelijk helemaal geen omgang. Barbara is doodsbang om te praten met haar vader. En sindsdien doet ze dat ook consequent niet. En de vraag is, waarom dan niet? In de voorbereidingsperiode hadden ze samen goed onderling contact. Mailwisselingen tussen Barbara en Bavaria repten over blijheid met die passievolle vader die zijn dochter steunde. En Bavaria zou hem de volgende keer als dank voor geleverde steun wel een hoop bier geven, schreef Bavaria naar Barbara.
De vader had namelijk op haar verzoek de oefensessie van TV gefilmd met de drie verschillende momenten dat zij met een grote groep jonge vrouwen in een oranje Dutch dress in beeld kwamen tijdens de oefenwedstrijd en ook voor haar natuurlijk tegen Mexico. Met een klein reclamefilmpje werden door zijn bedrijf Presidio de tv-momenten dat zij in beeld waren doorgestuurd via YouTube. Dat bespaarde hen een hele hoop tijd. Hoe anders pakte hun onderlinge omgang uiteindelijk uit naar Zuid-Afrika? Heel anders dan dat ze beiden hadden gewenst. In de ogen van de vader lijkt uit het vervolg dat er stelselmatig duidelijk sprake van bewust en expres misbruik door de Bavaria-leiders is in deze nazorg. Uiteindelijk lijkt het ook op zeer vooral onvriendelijk gedrag van de Bavaria-eigenaren. Welke poging hebben zij ondernomen om de ingehuurde jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen benodigde bijstand te verlenen voor de gevolgen in hun privélevens en na afloop daarvan? Hoeveel van de jonge vrouwen hebben er nu al duidelijk schade door opgelopen? En wat staat hen nog meer mentale leed in de toekomst te wachten? Wat zijn de gevolgen van dit misbruik door Bavaria van deze de 37 jonge vrouwen? Wat zijn de gevolgen voor deze jonge vrouwen sindsdien? En wij proberen de kijkers door dit interview duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn en waarom wij dit aan de kijkers willen meedelen. Hier naast mij, of tegenover mij moet ik zeggen, zit een zeer verontrustende vader van Barbara Kastelein, de heer Frans Pieter Kuil. Ondanks het feit dat we elkaar net hebben leren kennen, is de afspraak dat we elkaar toetrailleren. Welkom, heer Pieter Kuil, Frans Pieter Kuil. Frans Pieter, waarom wil jij jouw kant van het verhaal van deze Bavaria Guerrilla Marketing aan de kijkers laten zien? Nou, die vraag overvalt me. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Ik heb eigenlijk gewoon alleen maar behoefte aan contact met mijn dochter. Zodat mijn dochter en ik gewoon kunnen genieten van onze levens en onze contacten onderling. Maar zo'n bizarre constructie, zo'n bizarre ontwikkeling die zich heeft afgespeeld sinds die aanhouding daar in Zuid-Afrika. En de bijna bewuste en expres blokkade van Bavaria om contact tussen vader en dochter te kunnen bemiddelen. Ja. Schreeuw van de leeuw, ik wil dit aanhangig maken. Ik heb intense zorgen over het gevolg voor Barbara en die 36 andere vrouwen. En in dat hele proces ben ik zelf intens gefrustreerd geraakt erbij. Dus ja, terwijl de vraag me een stukje overvalt, ik ben er niet helemaal voorbereid. In grote lijnen wil ik dit gewoon aan de grote klok hangen. Dat dit in feite nog hersteld wordt door een positieve benadering van de firma Bavaria. Ja, en dat ja, deze waanzin van een aantal vrouwen de mond snoeren om te praten, ja, dat moet openbaar gemaakt worden. En nou ging het eigenlijk om een marketingcampagne, hè? Hoe kwam het dat jouw dochter hierbij betrokken is geraakt? Vervelend om even over mezelf te vertellen, maar ik ben zelf geanalyseerd als hoogst vindingrijk. Omdat je kinderen altijd wel een stukje erfelijk belast zijn, vermoed ik dat zij de hoogste gradatie van vindingrijkheid toch wel een stukje ook van mij mee heeft gekregen. Maar zij heeft dat hele concept eigenlijk, als ik het goed begrijp, bedacht, ontwikkeld, voorgesteld aan Bavaria en uitgewerkt op verzoek van Bavaria in de voorbereidingsfase. En toen dat goed verlopen is, heeft Bavaria haar voorgesteld een vriendin mee te nemen.
en ter plekke 35 jonge modellen in te huren om die hele act ter plekke tijdens de voetbalwedstrijden uit te oefenen om wereldreclame voor Bavaria te kunnen maken. Ja, ik wil dan toch even weer terug naar het contact met Bavaria. Zijn er goede afspraken eigenlijk gemaakt met Bavaria over deze reclamecampagne? En is er ook een contract opgesteld? Is nou, u dat bekend? Je hebt van die vragen in het leven waar je antwoord op hebt. Maar dit zijn twee vragen waar ik geen antwoord op heb. Dat zijn details die ik ook totaal in mijn bezorgdheid voor Barbara eigenlijk irrelevant vind wat er ook in contracten zou staan. Ja, een grote firma heeft juristen. En als juristen van een grote firma daar haken en ogen aan zien, negatief voor in elk geval hun eigen bedrijf, dan zullen ze de eigenaren en de leiding van dat bedrijf tegenhouden om door te gaan met die campagnes. Maar dit lijkt een geval alsof de juristen van Bavaria de leiding niet meer konden beteugelen, niet in de hand hadden. En dat met een of ander raar zinnig gedrag gewoon dit idee is uitgevoerd ongeacht de consequenties. En als er dan nog consequenties zijn, daar geen acht aan besteden. Is dat een goed antwoord op je vraag? Ja, ja. En er zijn ook meer vrouwen bij betrokken, hè? En hoe zijn jouw dochter en deze andere vrouwen met elkaar in contact gekomen? Nou, in grote lijnen weet ik daar een beetje van. Details weet ik niet. Ook eigenlijk irrelevant. Maar in grote lijnen heeft zij voor de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal, voordat ze naar Zuid-Afrika gingen, een oproep gedaan in de media voor een 80-tal vrouwen of 40-tal vrouwen om mee te gaan naar Freiburg in een autobus. Om lol te hebben en het Nederlands elftal aan te moedigen of iets dergelijks. En genoeg vrouwen hebben daarop gereageerd, waarvan ik contact heb met een aantal sinds die tijd. En zo is dat gegaan. Okay. Dus zij heeft via een annonce in de publieke media, heeft ze daar gehoor op gekregen. Later, toen Bavaria haar engageerde om dit in Zuid-Afrika te gaan uitvoeren, heeft Bavaria gezegd, nou je mag één vriendin meenemen. En dat is dan geworden Myrthe van Nieuwpoort, tandarts en van beroep en hockeyvriendin van Barbara. Dus twee hockeysters die dan naar Zuid-Afrika gaan. En daar heeft Barbara dan de opdracht gekregen om 35 lokale modellen, jonge vrouwen, in te huren. Om zich gezamenlijk allemaal te verkleden als Denen. En zich dan in de 22e minuut tijdens een striptease in de Bavaria orange dress jurkjes naar de aandacht te trekken. En deze, want dat zeg je gelijk al, hè, de Bavaria Guerrilla Marketing Act werd gehouden tijdens de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Denemarken. Maar wat gebeurde er daarna die wedstrijd? Begin van de hel. De poort ging open. Dan zie je daar dat je dochter gearresteerd wordt via de televisie. Opgepakt wordt of al die meisjes worden gedwongen het stadion te verlaten. Je hebt meteen contact met je dochter, maar telefonisch niet meer bereikbaar. Dus waarom heb je dan geen contact kunnen krijgen met haar? Nou, in zo'n geval blijkbaar dan word je ter plekke een bekende wereldburger en word je overweldigd door media en vrienden en familieleden die jou allemaal proberen te bellen. Dan is het einde zoek. Okay. Dus begeleiding van Bavaria en de juristen van Bavaria voor dit voorkomen is er niet geweest. En of dat nou uit zuinigheid is geweest of als slordigheid of minachting jegens vrouwen, mag Bavaria zelf beantwoorden. Maar de leiding van het concern heeft hier gewoon de poorten wagenwijd open voor gezet dat er een hel in het leven van een aantal mensen is ontstaan. En die hel die duurt nog steeds bij een aantal mensen. Maar het zou toch goed zijn dat zij was opgesloten in een hotel?
In een hotel, het allerduurste penthouse in Zuid-Afrika, waar Nelson Mandela had geslapen vroeger en waar de week ervoor prins Henry uit Engeland had vertoefd. En ze is daar met Myrthe samen afgezonderd volgens het verhaal in dat penthouse met een aantal bewakers. En ik kon haar niet bereiken. Nou, blijkbaar heeft ze wel af en toe telefonisch contact gehad met haar moeder en met haar broer. En haar broer, mijn zoon, die heeft me dan af en toe verwittigd van de ontwikkelingen. Want ik was in alle staten, ja. En wat moet ik dan doen? Moet ik dan in de telefoon klimmen en meteen die Bavaria-directie opbellen dat ik mijn dochter niet kan bereiken? Nee. Mijn zoon, een standvastige KLM-purser op dat moment, die maande mij tot rust en zei: Frans Peter, ik hou je op de hoogte. En als er iets is wat je zou kunnen doen, laat ik het je weten. Dus dagelijks of regelmatig werd ik bijgepraat door mijn zoon, die dan af en toe contact had. Afgezonderd, een tiental dagen, in een penthouse suite. Ja? En in die periode vroeg heel Nederland, bierdrinkend, voetballiefhebbend Nederland, zich af wat dat voor een idiotie was, dat voor een oranje jurkje twee meisjes werden aangehouden en opgesloten. Ja. Maar bijzondere slechte voorlichting van de Nederlandse pers. Bijzondere slechte begrip van de normale burger, inclusief mezelf. Maar als je goed kijkt, ja, bedrijven hebben overeenkomsten. En dat zijn juridische stukken. Daar hoort men zich aan te gedragen. En FIFA had de exclusieve rechten met al haar sponsors en partners voor de marketing van een beperkt aantal producten en fabrikanten daarvan. En ja, ga door, want ja. Ja, maar ik vraag me eigenlijk af, hè. Ze werd dan afgezonderd, maar werd jouw dochter dan niet bijgestaan door hun eigen advocaat? Ja, maar dat is een hele goede vraag. Daar ben ik het antwoord schuldig op. Maar die vraag is zo goed. Ik krijg het gevoel, of ik heb het gevoel, of ik denk dat ze gewoon afgezonderd zijn geworden en gebrainwashed zijn geworden om tijdens ministerieel en ambassadeur overleg en alles, dat er een compromis uit is gerold, dat iedereen zijn mond na afloop zou houden. En dat ze lessen zouden krijgen hoe je de pers kunt informeren om niks te zeggen. Uh-huh. Ja. En je vader kun je beter doodzwijgen. Nou, ik hoef geen details te weten. Ik wil wel weten wat er voor de nazorg mentaal voor speciaal mijn dochter, maar ook voor Myrthe en die andere 35 vrouwen is geregeld. Precies. En mogelijk dat Myrthe een hele standvastige, evenwichtige vrouw is. En mogelijk dat mijn dochter dat ook is. Maar ik heb tekenen dat dit dus een extreem zorgelijke ontwikkeling is. En dat is het gedeelte wat ik met Barbara wil bespreken. Wat heb je overeenkomsten met Bavaria daarover? En zij mag niet praten, daar heeft ze voor moeten tekenen. Dus op deze vraag kan ze geen antwoord geven. Vandaar het feit dat wij nou geen contact meer hebben. Want zij weigert mijn vragen. Ik dacht dat die als zorg of belanghebbende vader gewoon elementaire normale vragen waren. Ja? En of ik daar recht op heb? Ja, zeer zeker heb ik daar recht op. Ja? En te meer daar Bavaria zo enthousiast was om mijn steun voor mijn dochter, heb ik meer dan duidelijke bewijzen dat Bavaria bewust mij doodzwijgt. Ik kan mijn dochter dus niet bijstaan. En dit is tot het jaar 2022 dat mijn dochter, met wie dan ook, niet alleen haar vader, met wie dan ook die over een detail wil praten, moet zwijgen. Had ze dat toen destijds niet mee ingestemd, dan is het volgens de Brandpuntreportage, had ze wel tot een half jaar gevangenisstraf kunnen krijgen in Zuid-Afrika. Okay. Ik wil toch even terug naar ik noem het even maar een sluikreclame. Wat heeft Bavaria daar zelf aan verdiend? Ja, wat ze daar aan verdiend hebben, joh. Ten eerste interesseert dat me geen ziet dat ze aan verdiend hebben in de financiële pagina's.
zijn de berichten tot 27 miljoen door die ene act van mijn dochter wat ze eraan verdiend hebben. Nou, al is het 27 miljoen of 20 miljoen of een heleboel miljoenen. Maar dan zou toch ook de nazorg goed geregeld moeten zijn voor deze vrouwen? Nee, dat heeft niks meer met geld te maken. Dat heeft met een mentale instelling te maken. En minachting jegens de mens. En specifiek aan jegens 37 vrouwen. En een aantal van bezorgde familieleden. Ja, dus dit is gewoon een mentale instelling. Een bewuste, ja, instelling om geen cent uit te geven. Want we hebben de buit binnen, we hebben de boodschap gedaan namens bekendheid voor ons bedrijf. En basta. En wie dan nog zit te mouwen, dat is hun probleem. Dat kan toch eigenlijk niet? Wat vind jij, wat er dan eigenlijk zou moeten gebeuren? Na dit hele voorval? De vrouwen van de Bavaria-leiders zouden eens met hun mannen moeten praten. En als ze dit zien, en ze zien een hoogst bezorgde vader om zijn dochter, die zelf daar inmiddels behoorlijk gefrustreerd door is geraakt, van is dit jullie bedoeling om jullie bedrijf te leiden waardoor wij een mooi financieel leven met jullie hebben? Ja? Wat zijn jullie aan het doen dagelijks daar eigenlijk met dat bierbedrijf van jullie? Gaan jullie op die manier ons als jullie partners meeslepen in walstandig gedrag jegens mensen, jegens vrouwen? Dat is de vraag. En natuurlijk rijst dan ook de vraag, hoe is het dan met de nazorg geregeld voor jouw dochter? Nul. Andere vrouwen. 0,0. En dat is dus mijn voorstel op 19 december 2000. Daar moet ik nagaan. 2010 sprak ik Peter Swinkels op de Fontys Universiteit in Eindhoven. Waar hij in een volle zaal met een open debat internationale marketingstudenten toesprak over de geweldige marketingact met de Bavaria Babes in Zuid-Afrika. Waar zij heel veel geld aan hadden verdiend. Deze uitzending is op 1 januari 2012 dan vermoed ik op tv geweest. Mm-hmm. Ja, zodat het hele volk de aankondiging ziet van Peter Swinkels, de patriarch van de familie Swinkels van Bavaria. Die zich laat aankondigen als zijnde de onderkoning, de ongekroonde koning van Brabant. Wat is dit voor een hoogmoed? Kijk, ik heb misschien een aantal persoonlijkheidsproblemen. Ja, maar die meneer, die gaat over mensen. Mm-hmm. En die meneer die moet zijn act aanpassen. Of die moet zich terugtrekken uit zijn publieke functies. Desastreus. Hij is leider in de Brabantse gemeenschap, in de Zeeuwse gemeenschap. Hij is voorzitter van de Brabant-Zeeuwse werkgeversvereniging. Hij is voorzitter van de raad van commissaris van PSV Voetbal. Hij is voorzitter van Eindhoven Airport. Deze man zit openlijk constant te liegen. Nou, niet constant, maar de nodige malen te liegen tegen mensen. En zijn zoon heeft hetzelfde gedrag. In de kranten staan publicaties terwijl het tegenovergestelde van de feiten de waarheid zijn. En als de leugen regeert, ja, in de wereld, dan doen ze daar vorstelijk aan mee. Ja? En in het proces vernietigen ze de gevoelens, ja? Killen ze de gevoelens in families. In elk geval in mijn familie is dat gebeurd. Een dochter die ik nou 3 jaar lang niet meer gezien heb en die dat tot 2022 niet meer mag. Ja, dat is mijn bezorgdheid. Ja? Want als ze niet alleen met mij mag praten, dan mag ze ook met haar eigen partner niet praten. Ja? Want als die vragen gaat stellen en in onze moderne tijd dat relaties zich verbreken na verloop van jaren, dan loopt ze altijd het risico dat die partner alle details gaat vertellen. Ja? Dat kan ze nooit afdekken. Je mag nooit mensen onder dwang een zwijgakkoord opdringen. Bavaria moest een aantal miljoenen boete betalen aan FIFA. En Bavaria weigerde dat. En daarom hebben ze dit compromis overeenkomst gesloten. Maar lijkt het dan niet op het Stockholm-syndroom? Ze is zich totaal gaan vereenzelvigen met Bavaria. Dat is het Stockholm-syndroom. Maar de andere deskundigen kunnen zeggen, dat is helemaal geen Stockholm-syndroom. Ja. Nou, laat een deskundige mij, ja, eens vertellen wat haar afflictie dan is
geworden waardoor zij dit gedrag heeft. Ja. En er zijn er een aantal kenmerken die ik zeker niet hier nou voor de camera's ga uiten, die ik gewoon merk. Ja? En dit moet in een besloten toestand met een deskundige, ja, gewoon onderzocht worden, dat er rust komt in de familie en dat haar gemoedstoestand en de evenwicht daarvan gewaarborgd kan worden in de toekomst. Hoe moet zij zich over een aantal jaren staande houden als ze instort? Ja, doordat haar vader nou overleden is, dan heeft ze geen contact meer mee kunnen hebben. Ja, ik ben dan dood. Ja, ik heb er geen last van. Maar zij heeft er wel last van als haar vader dood is en ze heeft er niet kunnen spreken. En als ze kan zien via deze opnames en verschillende andere, hoe doorgedraafd ik over dit onderwerp aan het praten ben. En ik denk gewoon dat misschien dan toch een mogelijkheid zou moeten zijn om uit die impasse te komen. Hè? En dat er weer een contact moet komen tussen jouw dochter en jou natuurlijk. Peter Swinkels, patriarch familie, 67-jarige man, heeft handen met mij geschud. Hij zou bemiddelen. Waar blijft hij dan met zijn bemiddeling? De volgende dag belde hij mij op. Hij zegt, jij denkt toch niet dat ik echt ga bemiddelen, hè? En je moet ophouden mij te dreigen. Ik zeg, dreigen? Ik ben een Philips kind. Ik heb nog nooit iemand gedreigd. Waar heb ik jou van? En ik zeg, mag ik overigens een kopie van deze opname? Want ik merk dat dit telefoongesprek gewoon door jou opgenomen wordt. Nee, die krijg je niet, zegt hij tegen mij. En hij zegt, ik bemiddel niet en hij hing op. Onze maatschappelijke leider, Peter Swinkels, eigenaar van Bavaria. Arm personeel, 1000 mensen die dat bij het bedrijf werken. Gaan ze zitten lachen? Ze mogen lachen omdat er een vader zich zo bezorgd maakt. Lach maar. Balstandig gedrag als je lacht. En de vrouwen van die werknemers, als die ook meelachen, ja, die hebben ook een walstandig gedrag. Ja, het gaat toch wel eventjes om gewoon het prettige gevoel dat mensen onderling moet maken. En als mijn dochter Barbara zoveel miljoenen voor het bedrijf heeft verdiend, ja, en dan gaan ze nog zitten lachen ook om de negatieve gevolgen voor de mensen zelf, ja, dan vraag ik me af, wie heeft er hier een probleem mee, ik of de anderen? Ik denk dat het goed is dat dit is opgenomen en de kijker daar ook een oordeel over kan geven. Nou, het is niet de vraag aan de kijker om erover te oordelen, want oordelen kun je eigenlijk pas als je alle feiten hebt. Ja? Het meest menselijke zou zijn als Peer Swinkels, Peter Swinkels en Barbara alle drie los van ons allemaal voor de camera's verschijnen en een stuk heen en weer verhaal vertellen, ja, waardoor dan pas de kijker kan oordelen. Nou heb ik een verzoek ingediend bij de KRO dat Brandpunt een vervolgreportage maakt. KRO heeft aan mij per mail bevestigd dat ze dit verzoek aan Brandpunt hebben doorgestuurd. Ik krijg geen enkele reactie, anders dan dat ik ook hier doodgezwegen wordt. Het Eindhoven Dagblad, de hoofddirectie, heb ik telkens malen gemaild. Ik word doodgezwegen. Dus, nou mogen ze mij nog zo'n vervelend iemand vinden. Laat iemand mij dan ontnuchteren dat ik een verkeerde gedachtegang heb. Dit is mijn gedachtegang, dit zijn mijn zorgen voor en over mijn dochter. En als dat tot 2022 zo door moet gaan, dat zij en ik elkaar niet kunnen spreken, dan ben ik benieuwd wie voor haar zorgt, ja, na mijn leven. Ja. Ik denk dat het goed zou zijn dat er ook gesprekken zouden komen met uw dochter en ook met de Bavaria-leiders, de familie Swinkels. Dan wil ik daar ook wel een antwoord op hebben. In de praktijk, als je het me op de man afvraagt, kan ik geen enkel gesprek meer met hun aangaan, anders dan met een zeer bekwame expert erbij. Een mediator. En niet zomaar een vriendelijk aardig iemand die ik ken of zo, of die zij kennen. Nee, laten de hoogste vakbondsleider van de psychiaters vragen iemand aan te stellen om te gaan bemiddelen.
daarbij kan ik me ook vinden wat dan de bevindingen gaan worden. Maar dat het wel en wee van mijn eigen dochter en die 36 andere vrouwen onder de loep genomen moet worden. Ik kan niet rusten totdat dat gebeurt. Dit vreet aan mij al 3 jaar lang. Mijn vrienden lopen weg bij mij omdat ik over niks anders kan praten. Ik kan toch niet meer praten over het mooie weer, over het leuke voetballen, ja, over het lekkere eten. Dit is zo'n... Nou, ik probeer wel mijn geest af te leiden door andere dingen te doen. AFTH van der Heijden, die 3 jaar geleden zijn zoon echt verloor door de dood, heeft zich 3 jaar lang afgesloten. Maar de man is een zeer bekwaam schrijver en mediaman. En hij zei bij Twan Huig bij College Tour dat hij juist het obsessieve van de dood van zijn zoon opzocht. En ik probeer het obsessieve een stuk te vermijden en ook wat andere interessante activiteiten te ontwikkelen. En toch, ook ik ben geraakt al die tijd in een soort obsessiviteit. Mijn partner is bij wijze van spreken gillend bij mij weggelopen. Mijn zorgen voor mijn dochter zijn waarschijnlijk even groot geworden als mijn eigen, het geknaag aan mijn eigen leven. Dit kost me zeker veel kruim, veel geld heeft het me al gekost. Ik denk dat we het even moeten gaan afronden. Ik denk dat de emoties nu heel erg hoog gaan spelen. Ik denk dat het goed is voor de kijkers om deze even af te ronden voor dit moment. Oké, ik ben wel blij dat je gekomen bent om me te interviewen. En ja, dat ik dan niet professioneel iedere keer op iedere vraag rustig antwoord geef. Ja, midden in de strijd kun je ook niet eventjes makkelijk in een fauteuil gaan zitten en quasi onder het genot van een borreltje er rustig over praten. De frustraties die ik toon, dat zijn de zorgen die ik heb, zijn levensgroot. Bedankt voor je komst. Graag gedaan.